Maar van onze muur. Dat is waar jij de koekoek. Ja. Ja, ik heb hem nooit. Ja, maar hier praat van grote dingen, want die kennen dit hele jaar nog niet. Ja. Ja. Nee? Ja, maar dan moeten we met een keer iets aan doen. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ik wel, heel slecht. Nee, want we waren afgelopen week een weekje in de buurt, maar daar ja, niet nog iedere keer. Nee, maar ik heb hier ook wel diverse keer meer. Ik mag jullie iets vertellen over het bokkel. Dan ga ik even zo staan. En daar in de verte kijk, daar zie je die boerderijen. Dat lange dak plus die silo, daar zit het huis achter. Dat is het oorspronkelijke bokkel. Het Buklo wordt het in 1282 genoemd. Dan is er een akte van overdracht. Verder zal het allicht wel older wezen, die boerderij, maar dat, er zijn weinig schriftelijke bronnen uit die tijd. Dus 1282, dan wordt het overgedragen. En dan heeft het de naam Buklo. En Buklo, dat komt van Beukenbos. Dus vermoedelijk is er een beukenbos in Meerenwest. Tegenwoordig hou een idee, het is nu het bokkelgoed, dat plus wat Bram woont. Dat besluit nu volgens Bram ongeveer 70 bunder grond. Dus dat is een behoorlijk oppervlakte. Maar oorspronkelijk zal het niet zo groot zijn geweest, want ik heb hier wat boeken liggen van het gerechtelijke protocol van Bredevoort van uit de 16e eeuw. Nou, als je dan een goed hebt van een, er wordt over het algemeen nog niet in bunders aangegeven, maar in muldersoort, dan heb je een 4, 5, 6, 7, 8 mulder, dan heb je al een heel grote boerderij. Nou ja, een mulder, dat is 4 scheppelsoort. En in een bundel gaat 7 scheppelsoort. Dat is moeilijk te maken. Dus, maar in elk geval, toen was ze over het algemeen een boerderij met een beetje akkergrond eromheen. En de rest, dat was markengebied. Dit dat, zal allemaal wel markengebied bij de West. Het heidegebied, veengebied. Dat waren bij de boeren in gezamenlijk gebruik. En de naam Schulte te Bokkel, Schulte te Bokkel. De naam Schuld, je komt eigenlijk van het Germaanse woord Schultetio. En Schultes worden door de heer van Bredevoort aangesteld. Ook de Schultes waren trouwens hofhorig aan de hof van Bredevoort. Dus een weinig vrije boer. Die, een hofhorige boer die had natuurlijk ook weer veel recht, we hadden bescherming van de heer van Bredevoort. Maar die hadden ook verplichtingen. En al die boeren die eronder waren, die hadden veel verplichtingen. Want de heer die moest ook aan zijn geld zien te komen. En dan had Durmes, heb ze wat overal schultes aangesteld. Die moesten de schuld heten aan de andere boeren. En dan zeg je schuld heten, wat is dat nou? Maar dat is de schuld aanzeggen. Bijvoorbeeld bij overlijden, dan waren ze weer verplicht om een gedeelte van de levende haven weer af te dragen aan de heer. En overlijden gebeurt nogal vaak, dus die mensen moesten vaak weer betalen en dan moest de schuld weer rond, de schulden. En die ging zeggen, jullie moeten betalen. En dat had een heer van Bredevoort natuurlijk goed bekeken, dat de andere mensen dat werk liet doen, want dat is natuurlijk het mooiste werk niet. Dus zodoende hadden die schulders, omdat ze schuld heten waren, ook wat voorrechten. Ze mochten bijvoorbeeld bij de zittingen van het gericht van Bredevoort, mochten ze soms als tegender fungeren, bijzitter. En dan hadden ze ook een stem in het kapittel bij de uitspraak. Die rechtszittingen hadden, die verliepen tamelijk democratisch althans, wij zo uit de bronnen ook kunnen maken. De richter die was niet degene die het oordeel uitsprak, die had de leiding van de rechtspraak, maar die had bijzitters en die konden raadplegen.
En hij kon een oordeelwijzer aanwezen uit de omstand. De bank was gespannen, de touw, en er zat is gericht de bestuurders tussen. En, maar de omstand, die waren raadpleegd, de omstanders. En dan kwamen ze tenslotte tot een oordeel met beleringen van de omstand. Dus dat klinkt voor ons nog wel tamelijk democratisch. Dus. In elk geval, die Scholtes die heeft in de loop van de eeuwen heeft die meer rechten kregen of zich toe-eigend. Daar werd ik niet. Voor sommige dingen heb ik het idee dat ze zich meer toe-eigen. Toen het wat vrijer werd, dat ze gauw een stuk van de markt erbij hebben genomen. Er zijn ook wel rechtszittingen, dan wordt mensen weer aangeklaagd dat ze wel een stuk van markengebied in gebruik hebben genomen. Maar die rechtsgedingen die duurt zo lang dat meestal gaat er weer een paar overliter en dan door deur heb dat weer weg. Maar ondertussen bleef die grond er wel bij. Dus later toen de markengebieden verdeeld worden. Dat was dus in 1795 kwam er een einde aan de hoerigheid. En toen hebben ze besloten, ja, die markengebieden die moeten eigenlijk verdeeld worden. Maar ja, dat ging toen ook niet snel. En uiteindelijk in 1840 ongeveer dan wordt er besloten om die gaat die markengebieden verdelen. Maar dan moet er een goede verdeelsleutel te vinden. Daar hebben ze toen ook al moeilijkheden met gehad, want pas in omstreeks 1860, 64, dan komt de echte verdeling van de markt tot stand. En dan kreeg de boeren, nadat ze grond hebben, kreeg ze een gedeelte, een percentage van de markt erbij. Dus wit vullen had, die kreeg ook nog veel erbij. En wit recht van schapendrift had, dat was ook nogal iets belangrijks. Die wit een kudde hadden, of een halve kudde was 50. Kudde 100. Die kregen ver het recht van schapendrift kregen ze ook een behoorlijk aantal bunders toegewezen. Zodoende zult die Scholtenboeren langzamerhand ook uitgegroeid werden en wonen dat de grote boeren. Wie hebben van Scholtenboeren in de loop der eeuwen een heel andere indruk gekregen, dan wordt het eigenlijk een beetje zo met de duim achter visje dat idee kreeg ervan. Maar dat was oorspronkelijk eigenlijk nog niet zo. Dus, maar het is natuurlijk mooi dat zo'n Scholte toch gezorgd heeft voor de instandhouding van het landschap. En dat is hier ook steeds gebeurd. Ook de familie Te Paske die woont al sinds 1787, meen ik dat er hier op Te Bokkel, op dat Bokkel, Te Paskes woont. Want dan trouwt er een zekere Te Paske die trouwde een keer met een weduwe Te Bokkel en ging daar wonen. En dan kreeg dan de naam, dat was nog voor de invoering van de burgerlijke stand. Maar het was wel verwonderlijk, dan had een sterke naam, vermoedelijk, en die bleef Te Paske heen. Want vroeger, ook al kwam er een onk, er is op een gegeven moment, dat zie je in deze boeken, dan trouwt er een onk met een dochter van Te Bokkel. Maar die ging toch wonen op Bokkel, ja, dan heette Te Bokkel. En op een gegeven moment is er ook een teneet, die schuld op een bokkel. En zo, die naam in de bloedlijn heb je niet altijd Te Bokkel gewoond, maar ze worden wel altijd Te Bokkel genoemd. Dus Jan Te Bokkel, die is afgelopen winter dus overleden. En dat was de laatste Te Bokkel die op het Bokkel woont, met de naam Te Bokkel. En vermoedelijk zal dat ook geen Te Bokkel weer opkomt te wonen, denk ik. Dus dat is eigenlijk jammer. Ja. Dat sluit een geschiedenis af. Ja. Ja. Dat, maar daar, ik vind het altijd nog wel prachtig, zoals Bram ook, dat hij hier het hele gebied en zijn vader en grootvader, dat ze ook veel bomen aan de plant hebben die op andere, in andere streken helemaal niet ziet. Die heb altijd ogen gehad voor de ontwikkeling van natuur in het landschap. Dus dat vind ik prachtig eigenlijk. Zodoende hebben we nu, kun je nu ook deze mooie wandeling maken, maar dan zie je toch allerlei dingen. Jullie zult ook wel bij dat veld in de West, waar al die orgels en bleef. Prachtig toch, hè? Ja. Ja. De subsidie doet natuurlijk ook wat.
Ik heb hier nog wat van deze dingen liggen. Dat zijn kopieën uit het boek van Barlow, wat er in omstreeks 2000 uitgebracht is. Hij had er nog, en nog heel veel belangstelling hebt voor de geschiedenis van het Bokkel, dan mag je er een van metnemen. Ik heb er niet zoveel meer, maar er komt nog een groepje. Ja, dat is in vogelvlucht een beschrijving van, maar een stort gedeelte erin. Zolang de vooruitstreek. Ja, fijn, dankjewel. Ja? Ja? Dan geloof ik even stoppen, want anders komt jullie niet op die bij de bakker. Dat is goed. Ja. En ben vriendelijk bedankt namens ons allemaal. En dan wens ik ook nog een prettige voortzetting van de wandeling. Ja, ja? Bedankt. Jullie mogen wel gaan zitten hoor, wat je wil. Je mag ook blijven staan. Waar je zitten? Ja. Hoe lang duurt het concert? Nou, ik denk wel 3 kwartier, 1 uur. Oh. Oh. Voor niet en met de koffie. Nee. Nu een koffie? Ja. En ook een brood. Ja, wil. Ja, ook. Ben je het laatste? Jullie zijn het laatste bij ons. Ja. En zijn jullie ook klaar met de wandeling? Ja, we hebben het plan. Jullie gaan er dadelijk op kunnen. Ik ga dadelijk kijken als de pak een brood voor. Die heeft een brood voor, ik hou juist. Nou, zullen we maar eens beginnen dan? Thank you.
Ja.
Ik wil hier wat gaan hebben, dan kan het. Dit is een proefmunt, niet dat de wordt daar niet van de geer. Nee. Maar kan je even ruiken, kan je even voelen. Ja, dat is voor een brood allemaal. Ja, dat kan je allemaal niet zeggen. Dit is in het laboratorium helemaal ontwikkeld. Misschien oerbrood? Dit is wel een beetje met, ik heb hier met graan erin. Hij zegt hier een beetje. Ik hoor van hier, was er zelf niet meer op. Oh. Wie wil er makkies, wie wil er gewoon maar anders. Pakken we allemaal wat? Ja. De gins ligt allemaal belegd. Koffie. Alles, ja. Frisdrank. Ja. Zeg maar wat. Ik zit daar, ik denk al van. Wie wil hem warm? Ja, Gloeiende heet die oven van binnen. Ja. Dan trek je het vuur maar uit. Ja. En dat is die as die er bovenop ligt? Nee, dat is klei. Nee. Dat is klei. Dat is klei. Dat is voor het afdekken van oor. Ja, okay. Nee, goed onder klei, nee. Oh, ja. Dat is niet lekker af. Wat je denkt, dat heet hier. Dat is in het met wel licht. Met wel, ja. Dan heb je toch nog een stok met wel. En dan geeft even een emmer water. En dan stak je het erin. Wat het meeste astru is. En daar is maar blijven zitten. Dat is goed. Ja. Twee keer, drie keer kun je bakken op één keer stoken, hè? Drie keer, ja. Dus, maar dat hangt afhankelijk van hoe goed een oven alweer, hoeveel leem erop zit, hoe goed of geïsoleerd. Klopt. Ja. Maar het is altijd wel spannend, hè, de eerste keer. Ja, dat valt. Dat zit op de haar of... Is het maar een beetje lek, hè? Nou, ik heb nog niet weer gezien. Nee. Ik zat in Bram gisteren, maar die dampje mooi niet meer bovenin. En dan vind je dan de damp overal uit. Maar ik nodig die markt is. Hoe dat kan werkt niet. Of die klei nog weer. Leem naar de west en dan lukt het weer. Zal dat kunnen? Zal dat weer? Ja, leem. Want je dampt niet meer. Ja, het is goed. En dat is het resultaat van vanmorgen? Ja. En van gisteren al. Gisteren al 80 gemaakt. En, Ja. Nou, dan kun je van eten. Ja. Smaak nou wel. Zo. Hoi. Dat is Bram, dat is die de... Ja, dat is goed. Ik ken je niet. Kom, dat is voor je. Ja, dankjewel.
Thank you.
Ja, dat zie je bij ons ook. Kijk, wel de beste opgelopen.